Wie scoort de meeste meisjes? Met vandaag genoegen Voost in Zuidoost. Nou, we zijn ongeveer naar alle uithoeken van het land geweest. Toen bedachten we ineens dat we ook wel willen weten hoe het bij ons om de hoek is in de vakantie. We gaan barbecuen bij de Gaasperplas in Amsterdam Zuidoost. Hoe denken jongeren hier over liefde en seks? Alles is een beetje slap vandaag. Ja. Moet je even zwemmen? Ik ben ook een beetje slap. We duiken in de wereld van Amsterdam Zuidoost. En we belanden op plekken en in verhalen die we vooraf nooit hadden bedacht. Op je 15e raak je al zwanger. Ja, heel... Ja, sorry dat ik zeg, heel kut. Ja. Ik dacht gewoon van, wat moet ik nu doen? Is dit jullie vakantie? Ja, we zijn vakantie aan het vieren. Ja? Door de corona gaan we gewoon niet op vakantie, maar gewoon vakantie eigen land. Ja, gezellig. Een Surinaamse feestje. Maar is dit een Surinaams feestje? Een klein feestje. Een klein feestje. Heb jij een vriendje of een vriendinnetje? Nee, nu momenteel niet. En wordt er nog een beetje geflirt zo in de zomer? Ja, tuurlijk. Ja? Jawel. Wat zit, leuk. Zit er hier iemand bij? Nee, niet hier. Ah. Hij is wel onderweg. Leuk, zo'n oudere zus. Ja, hij is wel onderweg. En hoe is dat voor jou dan? Heb jij een vriendje of vriendinnetje? Ik heb een vriendinnetje. Ja? Ja. Allang? Ja. Leuk, ik denk niet. Ja. Hoe lang zijn jullie al samen? Als 8 jaar. 8 jaar. En ze is hier niet, denk ik. Oh ja, ze is hier wel. Ja? Ja. Oh, is het in de Surinaamse gemeenschap heel erg normaal om een vriendinnetje te hebben als meisje? Ja. Ja? Was nee? Net een issue of zo, nee. En is dat überhaupt wel in Surinaamse Ik denk dat het aan cultuur? Onze families ligt. Ja, ook in de Surinaamse cultuur hoor. Het is geen taboe meer. Nee, oh, ja, we zijn wel ouderwetse mensen, maar dat heb je elke cultuur. Seks is ook fijn. Ja, want ik vind hem een leuke jongen, dus... Ja, oké. Okay. En praten jullie veel met elkaar over seks? Jawel. Waar hebben jullie het dan over? Over alles. Over orale seks. Over anaal seks. Over normale seks. Over alles. En dan gewoon hoe je het beleeft of zo? Ja. En wat vind je belangrijk in bed? Passie, denk ik. Een beetje vuur in bed. Ja. En is het een vakantieliefde of, wordt het gewoon je vriendje? Nee, het wordt niet mijn vriendje. Maar na de vakantie naar school gaan, is school weer belangrijk voor mij en werken. En... Ah, dus dan moet je weer niet samen dan met elkaar? Vriendje en school? Nee, liever niet. Op het moment dat je in een relatie zit, dan moet je veel aandacht en dit en dat aan degene besteden. Daar heb ik geen tijd voor. Die weten goed wat ze willen. En al gauw blijkt dat ze niet de enige zijn. Hallo. Wordt er een beetje geflirt hier? Oh nee, vandaag niet gebeurd toch? Nee. Heb je iemand ontmoet deze zomer? Deze zomer heb ik niemand gewoon vast ontmoet, nee. Maar... En maar los? Ja, hij los wel. Ik op Zandvoort. Het waren leuke Duitse meisjes. En, Duitse meisjes? Ja. Maar dan vraag je ook een beetje contactgegevens, maar ik ben ook geen stoere jongen. Geen stoere jongen? Nee, dat ik alles ga vragen in één keer. Hè. Hij heeft best wel wat praatjes hoor. En jullie, hebben jullie vakantieliefde? Focus op school. Ja, ik ook. School gaat weer beginnen voor ons. Dus wij richten ons niet echt precies op de liefde. Jullie zijn niet de eerste die dat zeggen vandaag. Is dat ook inderdaad echt iets wat onder jongeren leeft? Ik denk dat als je zeg maar niet goed nadenkt bij je acties, dat het wel heel erg verkeerd kan aflopen. Bijvoorbeeld als je onveilige geslachtsgemeenschap hebt gehad of zo. En dat je bijvoorbeeld zwanger raakt. Ik bedoel, dat kan allemaal. En net nog over. Ja, dus... Net nog over. Ja. Ik heb gewoon andere dingen in het leven die ik wil bereiken, die makkelijker zouden gaan zonder een kind, zeg maar. Ja. Maar gebruik je dan ook geen condoom? Ik zelf heb nog geen seks gehad, dus het is nog niet van toepassing geweest. Heb jij wel een seks gehad?
dat heb ik liever voor mezelf. Oké, okay. Ja. Ik ben zelf voor een, ja nogmaals, omdat ik wacht van mijn geloof tot, ja, tot het huwelijk. Doe je het ook met één iemand, dan voel je je misschien minder rondgegeven. Ik wil gewoon even wachten totdat je echt de ware hebt ontdekt. Wat doe je dan met die vakantieliefdes? Ja, die, maar daar praat ik gewoon beter mee. Gewoon hebben we beter zo leren zijn. Hij probeert een beetje zoenen dan. Ja, ik ben niet zo echt met een ja, de fuckboy mentaliteit. Die heb ik niet. Misschien is, misschien is dat jammer, maar ik ben echt een trouw persoon. Dat is het. Nee, ja. Ja, ja, ja. Oh, ik vind het wel echt vet dat jullie allemaal zo nadenken. Ja. Dat kan jij wel, hè? Beetje worsten bakken. Beetje worsten omdraaien. Goed hoor. Leuke muziek! We gaan nu een broodje borst maken. Zo, lekkere tepel. Ja. Mooie borst. Twee balletjes met een worstje. Ja. En wat spul. Ja. Zo. Ja, dit is wel een mooi recept. Ja, bedankt. Dit is broodje borst. Ja. Twee balletjes met een worstje en wat spul. Heel creatief. Ik heb wel wat Cheshire hier. Jij gaat voor het spul, denk ik. Je houdt niet van spul. Broodje op. Nee. Het zijn gewoon vrienden aan elkaar. Dat wordt dan gewoon een worstje. Is het allemaal naar wens? Ja? Ik ben goed. Ja, is goed. Eet smakelijk. Dankjewel. Doen jullie afpakkertje? Ja. Ja, echt? Lekker. Oh, gepoord. Wie van jullie is hier het beste in scoren? Nee, ik ben oud, man. Ja, jij hebt een vriendje. Ik ben altijd single geweest. Ja, dus ik ben nog gelijk uit de race. Maar als je single bent, heb je dan wel eens een leuke vakantieliefde? Ja, ik zag haar alleen een paar keer en toen moest ik alweer weg. Dus dat is echt jammer. Ik kon niet met haar praten. Ah. Ik durfde het gewoon niet. Mijn hart smelt. Een van de boys heeft wel seks gehad, maar wil er niet te veel over kwijt. Hoe was dat voor je? Kijk, bij mij gaat het meer om als zij geniet, dan geniet ik ook. Het moet gewoon wederzijds zijn. Dus. Ik ben geen simpel, ik maak nog steeds brokken. Daar niet van. Ja, misschien moeten we eigenlijk de smooth boys van Wonder erbij halen. To be honest. Hey, zo fuck! TikToker! Wie is de smooth? Kom eens even hier! Sixpack! Toen werd de simp van de groep erbij gehaald, maar wij wisten niet wat dat was. We kennen alleen Bart Simp, Son. Wie scoort de meeste meisjes? Wauw. Heb je tactiek? Ik ben best wel actief op social media. Dus als ik op straat loop, dan zien mensen me en denk van hey, dat is die ene jongen van TikTok of van Insta of zoiets. En hoeveel meisjes heb je deze zomer al gezien? Ik kan ze net op twee handen tellen, laat het zo zeggen. Maar heb je dan ook altijd seks met ze? Nee, ik ben nog virgin. Dat is jammer. Ah, maar je gaat dus niet zomaar even met iemand naar bed? Nee, dat is, moet wel een beetje speciaal zijn. Ik weet niet of je weet wat een simp is. Nee, maar, wat is dat? Je bent dat. Ja, ik ben dat. Ja, ik weet het. Een simp is dus een jongen die alles doet om het meisje naar de zin te maken zonder er iets voor terug te willen. En nu wil ik dansen. Oh, hey. Oh, oh, oh. En nu wil ik haasje overdoen. En nu wil ik dat je mijn staart borstelt. Ah. En nu wil ik dat je in mijn badpak een modeshow doet. Kijk, ik ben best wel een gevoelige jongen, dus ik care wel echt gewoon wat de gevoelens van zeg maar, dat meisje is. Ja. Snap je? Dus het is niet zo van dat ik mijn ding wil doen en dan wegga of iets. Als we bijna naar huis willen gaan, nodigt deze Surinaamse groep ons uit voor een schuimfeest met een live band. Maar dat pakt iets anders uit door nieuwe maatregelen van Mark Rutte. Maar de meiden hadden wel een goed alternatief, zeiden ze. Nou, het is geen schuimparty geworden. Jammer. Jammer, hè? Ja. Ja, we hadden er echt zin in. Ik ook. Maar corona heeft alles verpest. Maar ja, gezondheid gaat voor, hè? Ja, dat is waar. Ja. Kijk, ook weer verantwoordelijk. Ja, tuurlijk. Er is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Het werd een onvergetelijke nacht, maar niet door de karaoke. Maar door de eerlijke verhalen van twee van de meiden. Hij is nog aan met dat vriendje?
Jammer genoeg niet meer, nee. Wat is er dan gebeurd? Hij maakte mij belachelijk voor zijn vrienden. En toen dacht ik van, doei. Kijk, ik vind een man moet een vrouw respecteren. Als hij geen respect heeft, kan je gaan. Heb jij vaak jongens die niet echt respect hebben gehad? Ja. Ja? Ja, allemaal. Oh, wow, maar dat is dan best wel lastig eigenlijk om een leuk vriendje te vinden als dat zo is. Ja. Heb jij ook het gevoel dat alle mannen onbetrouwbaar zijn? Respectvol? Toevallig is mijn Surinaamse man daar zo. Hij is echt niet onbetrouwbaar. Dat ligt gewoon aan de persoon. Val je dan misschien op de verkeerde man? Misschien is dat het. Kan ook hoor. Jij bent dan met een fout jongen geweest? Ja. Hij is heel fout, je bent heel fout. Als iemand is, je bent heel fout. Wat was er fout aan? Nou, hij ging gewoon vreemd en zo en ja, leefde gewoon zijn leven. Hallo. Waar blijf je? We zouden een film kijken. Oh, maar dan bij oma. Wie hoor ik? Ach, dat is de verpleegste. Nu is je moeilijkst. Het is altijd hetzelfde met jou. En hoe herken jij dan het verschil tussen een foute en een goede jongen? Iemand die gewoon serieus met jou is en ook dat echt laat zien en gewoon een serieus leven wilt opbouwen met jou. Dan... Wat me ook wel opviel in de gesprekken die we hadden, ook bij Gaasperplas. Heel veel jongens en meiden zeiden, hey, we blijven nog eventjes maagd, want we willen wachten tot de ware. Herkennen jullie dit? Ik ben wel heel laat nog maagd. Ja. Ik ben daar ook blij mee. Hoe oud was je? Ik was 18. Mm-hmm. En jij? 15. Dus jij was wel vrij vroeg. Ja, mijn eigen droom was eigenlijk ook gewoon om niet te doen, maar ik ben gewoon gezwicht. Ik heb er geen spijt van, want ik heb wel een mooie dochter van gekregen. Op je 15e raak je al zwanger. Ja, en ik ben op mijn 16e bevallen. Oh, maar dat is ook best wel pittig op die leeftijd. Ja, zeg. Ja, hoe heb je je gevoeld toen jij dus zwanger was op je 15e? Ja, heel... Ja, sorry dat ik zeg, heel kut. Ja. Ik dacht gewoon van, wat moet ik nu doen? En hoe reageerde je omgeving erop? Mijn vader was echt boos. Mijn oma zei van, het is geen... misdaad of zo. Je weet toch, ik krijg een kind. Zij had wel gewoon de hoop erin. Heb je abortus overwogen? Eigenlijk wel. Maar ik kwam er heel laat achter. Dus ik zag gewoon, toen ik naar de echo ging, zag ik gewoon een baby in mijn buik. Toen, ja, kon ik er niet meer. Denk je dat abortus binnen je familie iets is geweest wat ze hadden kunnen accepteren? Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat ze wel zouden denken van, God heeft jou een kind geschonken en dan ga je dat weghalen. Toen dacht ik gewoon van, nee, ik moet gewoon mijn kind opvoeden. Ja. Dit is het enige wat ik nu heb, snap je? Dus moet ik maar voor vechten. Ik heb wel echt mijn moeder die me helpt, want zonder mijn moeder zou ik hier niet staan, snap je? En ze heeft me gewoon geaccepteerd, uiteindelijk, want ze was wel teleurgesteld. Ik woon nog bij mijn moeder en twee zusjes en mijn vriend. Je vriend woont ook bij je moeder? Ja, hij woont nu bij mij. Hoe oud is je kind nu? Drie. Ja. En jullie voelen het een beetje samen op dus met het gezin? Ja, echt mooi. Soms wel zwaar, soms... kan ik het echt niet. Dan geef ik gewoon eerlijk toe, dan blijf ik gewoon liggen. Maar ja, je moet gewoon alles voor je kind over hebben, snap je? Die foute jongen waar je het over had, is dat de vader? Ja. Heb je daar nog contact mee? Nee, hoeft ook niet. Ik vind het wel knap dat je het doet. Ja. Allebei. Ja. Gewoon knap hoe je alle jongens van je afhaalt. Ja, gewoon alle foute jongens weghalen. Ja. Weg. Daar de gat van de deur. Ja, en er komt vast ook wel eentje die wel heel erg respectvol is. Gewoon voor iedereen waar iemand in petto. Op aankomt wat je pas een deksel. Sometimes it lasts too long, sometimes it hurts instead. Yeah.
valt me wel echt op dat iedereen die we spreken er gewoon echt wel over nadenkt. Dit is hoe ik het wil en zo moet het dan gaan. Ook wel goed hoor. Ik denk ook wel hoe jonger je dat weet, wat je dan, wat dat is voor jezelf, hoe fijner je ervaringen alleen maar worden, toch? Ja. Nou ja, en daar heb je dus soms ook gewoon eventjes een goede ervaring voor nodig om daar dan weer achter te komen. Ja. Fighting for survival. Maar wat ik dan wel echt heel tof vind, is als het dan een keer misgaat, dat ze het dan met z'n allen opvangen. Ja, ja, met de hele familie springt dan bij. Ja, dat is echt mooi, toch? Ja, dat is heel fijn. Ja. Seks in de zomer, lekker, lekker, seks in de zomer, tauw. De zomer van de sekszusjes.